Elke vrouw heeft in haar leven te maken met ongesteld zijn. En veel vrouwen denken dan ook dat als ze ongesteld zijn, dat ze dan geen seks kunnen hebben. Maar is dit wel zo? Kunnen vrouwen geen seks meer hebben als ze ongesteld zijn? Nou, fysiek gezien kan het prima. Maar als je last hebt van veel lichamelijke klachten, zoals buikpijn of hoofdpijn of rugpijn, kan ik me heel goed voorstellen dat je hier helemaal geen behoefte aan hebt. Bovendien is daadwerkelijk het vloeien ook niet voor iedereen even hygiënisch. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat juist door de hormonale wisselingen die je kan ervaren als je ongesteld bent, dat je juist wel heel veel behoefte hebt aan seks. Dus is het een beetje afhankelijk van hoe jij zit in je behoeftes en hoe je partner dat ervaart, of die er moeite mee heeft, of je seks kan hebben als je ongesteld bent. Lichamelijk gezien is er dus niks aan de hand. Lichamelijk gezien kan je dus best seks hebben. Maar kan jij er ook van genieten? Of vind jij het misschien eigenlijk wel heel erg ongemakkelijk?